Ik kom van het andere eiland, van de Hoekse Waard, naar de andere kant van het water. Het is en blijft een dorp. Ik kom zelf ook van oorsprong uit een dorp. Ons kent ons. Iedereen die zegt gewoon vriendelijk gedag tegen elkaar. Je komt op de dijk aanrijden. Iemand laat zijn hond uit. In dat opzicht denk ik zeker dat je een beetje dezelfde normen en waarden hebt, denk ik. Heel nuchter. Als ik zo vrij mag zijn, ik ben gewoon een nuchtere boerenlul. En ik ben al heel snel tevreden, hoor. Wil je zeggen, als je s'avonds gewoon lekker op de bank met een biertje kan zitten, happy drankie, ben ik tevreden. Ik ben zelf wel van het water, ook hobbymatig met de watersport. Wakeboarden, varen, af en toe lekker vissen langs het water. Nou, dat kan hier ook prima, heerlijk. Hier zo zit de vensterbank er nog niet op. Dan zie je de dikte wat ik naar binnen ben gekomen om alsnog van binnenuit te gaan isoleren. En wat ik zeg, aan de buitenmuren deze kant en aan die kant de thermische isolatie gebruikt in de vorm van neoporblokken. En aan de kant van de buurman heb ik meer de akoestische isolatie gepakt voor de geluidsoverdracht. Toen ik dit kocht, wist ik ook niet dat dat project al liep of überhaupt al gaande was. Ze willen natuurlijk in dit land sowieso volledig van het gas af. En als jij als klein dorpje in dit land daar een voortouw in kan nemen, om het voorbeeld te geven en kan laten zien van, nou ja, het werkt, het is veilig, want dat is natuurlijk een van de vereisten die ze stellen, dat het ook allemaal veilig is. Waarom zou je het dan niet doen? En zeker in mijn situatie, alles ligt open. Waarom zou ik dan nog op die gas blijven verwarmen als ik over kan op de waterstof en het gaat allemaal goed? Ik heb in Rotterdam gewoond en daar, ja, kom je thuis, zit je bij de metro, zit je bij de tram, altijd drukte. Minder rust en ik werk in de avonduren. Ik kom wel eens om 1 uur, half 2, 2 uur 's nachts thuis. Dan ben je blij als je onderuit gezakt kan en ook echt van die rust kan gaan genieten. Hier heb ik dat zeker. In de woonkamer is het alleen nog de vensterbank op maat maken, maar dat moet ik samen met een maat van me doen met z'n tweeën. Maar het moet ingekort worden, ingezaagd worden. En de radiatoren die zullen nog terug moeten komen. Of nieuwe. De leidingen liggen er nog. En die gaat dan, als het goed is, dadelijk op de waterstof verwarmd worden in plaats van via het gas. Even snel het bezempie. En dan is het weer mooi geweest voor vandaag. Ik ga toch naar die informatieavond toe. Omdat ze daar toch ook meerdere informatie kunnen delen met de inwoners. En alles wat er omheen komt kijken, geeft de essent. Volmondig, ja. Alles, verzekeraars, verzekeringen, hoe staat dat ervoor? Is mijn huis nog steeds verzekerd als er wat gebeurt? Kom maar, ik ben heel benieuwd, heel nieuwsgierig. Gaan we beginnen? Ja. Hallo allemaal, goeie avond. Kleinere groep vandaag, extra gezellig. Ik zou eerst iedereen willen vragen om de QR-code te scannen. Even kort allemaal een introductie. Mijn naam is Wolje Groenewoud, omgevingsmanager. Ik denk dat ik met de meeste... Ja, we wilden dus sowieso even langsgaan, omdat we dus vrij nieuw zijn hier. Maar op zich, de algemene informatie over het hele project was wel duidelijk. Jullie willen ook nog geschouwd worden? Ja, als dat kan wel. Oké, kom anders achteraf heel even naar mij toe. Dan kan ik jullie gelijk aanmelden en er iets meer over vertellen. Oké. En welkom is dat. Dankjewel. We wonen dus sinds vorig weekend. Vorige bewoners had ons wel wat verteld over dit project. Ja. We zien het eigenlijk alleen nog tot nu toe als positief. Ik merk dat heel veel van mijn buren niet echt interesse hebben in het project. Die hebben gewoon zoiets van, ja, het kan ons niet schelen, het zal allemaal wel. Maar misschien is het handig om dat ik ze dan misschien ook wat meer uitleg ga geven, dat ze wat meer vertrouwen krijgen. Nou, vanavond was het natuurlijk wat minder druk bezocht, dus het was iets ingetogener, iets, het ging allemaal iets sneller. De andere avonden waren heel druk bezocht, dus er waren heel veel vragen. En ik zag een aantal informatieavonden ook echt wel dezelfde vragen weer terugkomen. Ik heb nu het idee dat het voor de meeste mensen best wel duidelijk is inmiddels. Er zijn natuurlijk zoveel folders, zoveel boekjes verspreid, zoveel avonden geweest. Het is best wel vaak ook in het lokale nieuws geweest, volgens mij. Ook op social media is het flink gedeeld. Dus ik heb echt het idee dat vooral vanavond, dat de meeste mensen zoiets van, ja, ik weet het nu wel en ik weet al welke keuze ik ga maken. Dat idee heb ik er een beetje bij. Tot op heden zijn de
signalen die wij horen van het Verbond van Verzekeraars eigenlijk alleen maar positief. Dat heeft te maken met het feit dat er niet meer gekookt wordt op een gas, maar dat er elektrisch gekookt wordt. Men zegt, ja, dan wordt het eigenlijk daardoor al veiliger dan wat je nu hebt met aardgas. Tegelijkertijd heb ik gezegd, als je vindt dat het veiliger wordt, dan kan de premie dus wel naar beneden. Daar was men nog niet toe bereid. Maar al zou de premie hetzelfde blijven, dan zou ik dat al heel mooi vinden. Hoe dan ook, het is niet een van de beloftes, dus het is een heel goed punt. Het is heel goed dat het aangehaald wordt, maar uw woning moet uiteraard gewoon verzekerd zijn zoals die nu ook verzekerd is. Heel simpel. Ik vind het best strenge criteria voor deze draagvlakmeting. 70% moet natuurlijk voorstemmen en niet stemmen telt als een nee. Dus ik hoop echt heel erg dat iedereen gaat stemmen, wat het dan ook is. Maar ik hoop echt dat iedereen gewoon gaat stemmen. En ik hoop persoonlijk natuurlijk dat het doorgaat, want ik vind het gewoon een unieke kans voor dit dorp. Ik kwam hier 1,5 jaar geleden wonen en ik wist hier niks van totdat ik ermee in aanraking kwam. Volgens mij kwam een van de schouwers bij mij aan de deur erover vertellen. En ik was gelijk geïnteresseerd. Want ik woon in een wat ouder huis wat lastig te verduurzamen is. Het is een kleine dijkwoning die niet op zich heel goed geïsoleerd is. Dus niet geschikt voor een warmtepomp. En dan denk ik, dan is dit een unieke kans om dit huis toch nog beter te verduurzamen. Indien je nog algemene vragen of aangemeld wil worden voor een schouw, kun je bij mij terecht. Dank jullie wel allemaal. Het was minder druk dan andere bijeenkomsten waar ik bij geweest ben. En toch wel ook wel de bekendere gezichten die ik al eerder heb gezien op de avonden. Volgende maand mogen we die stem uitbrengen en dan horen we het vanzelf wel. Voor mij, je moet uiteindelijk toch allemaal in Nederland van het gas af. En nu is de kans, neem hem zou ik zeggen.